Leander, vorige week een puikenpot gespeeld in Amsterdam tegen de koploper. Dan neem je dat goede gevoel mee naar eigen bad. Krijg je weer een Amsterdamse ploeg op je pad. Na één periode 3-1. Het wordt zelfs 4-1 in de tweede periode. En dan een ongelofelijke inzinking van jullie. Ja, dat goede gevoel. Dat hadden we van de week wel. Je voelde het ook. Je zag het ook op trainen. En vandaag kwam het er niet uit. Maar uiteindelijk de uitkomst mag er dan wel zijn. Maar nogmaals, ze komen 4-1 voor. Zij missen een aantal jongens volgens mij. En wij moeten dit afmaken, we moeten dit uitspelen. We maken het onszelf in plaats daarvan maken het onszelf ontzettend moeilijk. Terwijl het helemaal niet nodig was. Ik zei het al, een behoorlijke inzinking. Dan moeten jullie enorm knokken om terug te komen in de wedstrijd. Dan geeft de trainer ook aan, er moet hoog geprest worden. Maar dat was ook maar half bakken. Ja, te weinig actief. Hè. Dat zag je begin van de wedstrijd, de eerste periode zag je het wel, waren we heel actief. Gingen ze er achter elkaar ook uit. Mochten mate de wedstrijden voortduren, mochten wel meer, hè, had ik het idee. Maar we waren gewoon te passief. Zowel verdedigend een paar keer. Hè. Dan krijg je veel tijd om aan te leggen. En dat doen we op zich de laatste periode dan wel weer goed. Ze krijgen eigenlijk geen tijd meer om te schieten. Dan maak ik het voorin toch af. Ondanks dat we achterkomen in de laatste periode. Ik wou net zeggen, het is voor de poorten van de hel weggesleept. Ja. Het is ook het enige wat telt. En het liever zoals vandaag met slecht spel. En dan 3 punten in de tas. Dan lekker spelen met 9-6 verliezen. Maar die punten hadden jullie best wel nodig. Ja, deze is heel belangrijk. Je merkt ook, je bevriest een beetje lijkt wel in de wedstrijd. Toch eventjes jongens, het zal toch niet weer. Hè? Het zat tegen, DHW, geef het weg. DWT hadden we moeten winnen. We hadden eigenlijk 9 punten moeten hebben. We hebben er nu gelukkig 4 in ieder geval naar de instop. Ja, Sven, ik zei tegen El Capitano ook al. Vorige week een puikenpot gespeeld tegen de koploper. Dan neem je dat goede gevoel mee hier naar de Waterhoren in Horen. Starten jullie ook goed tegen DJK Zar, ook een Amsterdamse ploeg. Tweede periode, een gigantische inzinking. Ik wist niet wat ik zag. Ja, ik wist eigenlijk ook even niet wat toen gebeurde. Maar ik ben blij dat het uiteindelijk deze uitslag is geworden. Het was gewoon jammer. Vorige week hebben we een hele sterke pot gespeeld tegen de eerste plek. En dan spelen we nu, laten we het ineens zo lopen. We begonnen lekker en daarna was het ineens even dat ik dacht van waar gaan we heen jongens. Te weinig beweging, de pressing was onvoldoende. En ik kreeg een idee dat er hier en daar wat afspraken werden geschonden. Ja, afspraak geschonden. Ja, de beweging was niet groot, maar de beweging was inderdaad niet optimaal. De beweging was er wel. Meer dan in wedstrijden die we naar de winterstop gespeeld hebben in ieder geval. Ja. Ze zijn ermee bezig, maar inderdaad, we waren gewoon even statisch. Ja. En dan krijg je het nog behoorlijk lastig tegen deze ploeg. En dan uiteindelijk, na een achterstand, ga je de laatste periode in. En dan weten jullie hem toch nog van de poorten van de hel weg te slepen. Ja, het was gevaarlijk. Niels, hij lag vrij. Ik zag hem. Ik denk, het kan het doen of kan het niet doen. Maar ja, dit was toch uiteindelijk de beste optie geweest. Het was riskant. En ik denk, hier ga ik nog wel gezeik mee krijgen. Maar hij zat, dus we hebben geluk gehad. Ja, want ja, het had ook een puntendeling kunnen zijn. Ja, puntendeling zitten we niet meer echt op te wachten op dit moment. We hebben genoeg punten gedeeld en punten weggegeven. Dus vanaf nu gewoon eigenlijk alles erop en erover. En vandaag is dan een heel mooi begin daaraan. Ja, want voor de winterstop speelden jullie een beetje wisselvallig. Maar hier en daar toch wel wat constante wedstrijden. Ja, en vandaag was het echt met pieken en dalen. Ja, inderdaad. En het piekte eerst heel mooi. En normaal pieken we niet zo in de eerste periode. En daarna zakten we zo hard af. En dan in de laatste periode dachten we van echt, oké, jongens, we willen die punten hebben. Toen piekten we weer, maar eigenlijk moeten we alleen maar blijven pieken in zo'n wedstrijd. Daar trainen we ook op. Ja, Ron, met de punten zul je ongelooflijk blij zijn, maar de uitvoering laat te wensen over vandaag. Ja, nou ja, daarmee slaat de spijker op zijn kop. Weet je, ik heb van tevoren gezegd, vorige week speel je als collectief heel goed. Krijgen uiteindelijk maar 2 persoonlijke fouten tegen. En Dolfijn is koploper en daar krijgen wij 8 keer de man mee. Omdat we bewegelijk zijn, we terugvallen en hun eigen kans hebben. Nou, dat was vandaag ook de opdracht, maar sommigen die zaten er niet helemaal lekker in. Je slaat de spijker op zijn kop, hè? Het woord bewegelijkheid, het was te passief, te statisch. Klopt, ja. En te snel pasen, willen pasen. We hebben 30 seconden tijd en soms al binnen 10 seconden. En dan zeg je het 4 keer, dan zeg je het 5 keer. En, ja, ik weet niet, weet je, niet helemaal met de kop bij, ik weet het niet. Maar goed, we zullen van de week evalueren. En je kijkt je punten, en punten die zijn natuurlijk ongelooflijk belangrijk. En daar zijn we ook blij mee. Goed, en soms moet je blij zijn met de punten en minder met de uitvoering. Vorige week waren we heel blij met de uitvoering, maar niet met de punten. Maar hadden we geen punten, dus ja, daar kies je uiteindelijk voor.
Ja, dat is duidelijk. Het gaat natuurlijk om het resultaat en de handhaving in deze landelijke derde klasse. Maar jullie kunnen zoveel beter. Ja, nee, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Laatst waren we bij DVT en de jongens zeggen, jullie hebben zo'n goed team, weet je wel. Jullie worden ook door niemand weggespeeld. Ja, we kunnen ook veel beter. Ja, en ja, weet je, er zit een wedstrijd bij waar je geen vat op hebt, denk ik, Leo. Je zoekt daar een oplossing, je zoekt daar een oplossing. Ook tijdens de wedstrijd, ik ben schakelen. Dan probeer je rustig te coachen, dan probeer je actiever te coachen, dan boos je ze sturen, dan probeer je ze niet te sturen, dan neem je een time-out en dan zeg je het. Ja, weet je, soms heb je er geen vat op. De prestatiecurve in deze wedstrijd was met grote pieken en diepe dalen. Dat moet wat constanter worden. Ja, nou ja. Ja, heb je gelijk in. Ja. Ik denk dat iedereen daarvan even doordrongen is. En als je ziet hoe we van de week weer getraind hebben, weet je, dat ging geweldig. Gisteravond hebben we heel veel overtalsituaties getraind. En dan zonder verdediging, om de automatisme erin te krijgen. En dat lukt ook wel. Ja. Alleen net de finish in de tas, hè, weet je wel. Ja, maar drie keer legt de man helemaal vrij, hè, voor het doel. Net een finish in touch ontbreekt dan. Ja, is dat constant of is dat pieken of is dat dalen? Ja, weet je wel. Ja, zeg het maar, ik weet niet. Ja. Tot slot, daar waar jullie doorgaans in de derde periode een fase van verslapping kenden, was dat nu al vrij vroeg in de tweede periode. Ja. Heb je daar een verklaring voor? Nee, maar ik heb voor het hele spel geen verklaring qua constant. Dat was bij je vorige vraag. En ik heb hier ook geen antwoord. Weet je, ik denk, maar... Kijk, in de eerste periode krijgen we vrij veel overtalsituaties. Ja. Hè? En dan sluit het toch denk ik een beetje het gemak in van, oh, we krijgen nog wel meer overtalsituaties, krijgen we nog wel meer. Dat is de enige verklaring die ik nu even verzin, hè? Bij jou, hè? Niet over nagedacht. En dan sluit er een beetje gemak in. En dan moet je een time-out nemen om de boel op scherp te zetten. Weet je? En ja, door de bewegingheid kregen we heel veel, toen kregen we wel heel veel overtals, hè? Ik vond de scheidsrechter ook goed fluiten, heel alert erop, weet je wel. Jongens proberen het op een andere manier, hè, want dan konden het niet bijbenen. Maar ja, daar maakte er ook geen gebruik van. Dus ja, het is inderdaad goede journalistiek van je. Tot slot, het loopt vandaag met een sisser af. Ja. Maar er komen nog een paar van soortgelijke wedstrijden met directe concurrenten. Nou ja, als ze allemaal met een sisser aflopen, dan heb ik daar geen probleem mee. Kijk, je kan ook elke wedstrijd met 9 af winnen en allemaal met een sisser aflopen, dan word je ook kampioen, hè.